De hiphopcultuur heeft mij extreem veel gevormd. Echt, ze hebben mij echt gered. Toen ik 8 jaar was, toen kwam ik in Nederland. Zodra ik in Nederland kwam, heb ik eigenlijk kennis gemaakt met de hiphopcultuur. Pas echt vanaf mijn 16e ben ik daar echt professioneel mee bezig geweest. En vanaf mijn 21ste besloot ik uiteindelijk om danser te worden. Dus ben ik de dansopleiding gaan doen. Ik was een heel lastig kind. Ik heb ook niet voor niks op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen gezeten. Maar dat kwam omdat ik te maken had met, zeg maar, wat mijn ouders van mij verwachten, maar ook wat ik wilde, dus mijn hart. Voorheen was ik echt heel erg aan het struggelen met dingen die ik in het verleden meemaakte. Ik was veel te veel bezig met de monsters die ik nog moest overwinnen. Dus ik zag wel een voorbeeld van hoe ik wilde zijn. Maar ik wist niet wat de pad ervan was. Het was nog veel te vaag. Een van de monsters die ik heb overwonnen is dat ik eigenlijk alles altijd oploste met geweld. Want dat is wat ik in mijn cultuur helaas heel vaak zag. De nieuwe manier die ik had geleerd om te ontladen met het battelen was dat nadat ik een battle had gewonnen, kreeg ik respect. En dat was voor mij eigenlijk iets wat ik heel erg ambieerde, wat ik heel graag wilde hebben, maar nooit kreeg. Maar naast de respect die ik kreeg, kreeg ik ook heel erg veel steun als het niet lukte. De mensen om me heen zagen overal een victory in. Want als je een battle verliest, dan is het helemaal geen verlies. Dan is het gewoon een nieuwe les. In mijn geval, breakdance is echt een middel. Maar de community is zoveel belangrijker. En zo is het eigenlijk ook ontstaan. We hadden geen middelen, dus zijn we gewoon samen aan de slag gegaan met creativiteit. Hip-hop is dat iedereen er echt voor elkaar is. Het is one love, dat is echt wat je heel erg hoort. Community voor mij betekent dezelfde liefde, knowledge en netwerken delen met elkaar. En elkaar helpen op alle manieren die je maar kan doen. Maar ook vooral je eigen zelfontwikkeling. Voor mij is dansen liefde delen. Op zoveel mogelijke manieren. Want dansen, dat is je ziel. Dat heeft geen huidskleur, dat heeft geen beroep, dat heeft geen kleding. Het is iets wat je voelt. Het is eigenlijk je gevoel die, zeg maar, spreekt. Ik ben Mela en ik sta voor hiphop.